Zo, welkom aan de gevers van de Endegeeststraat. We gaan hier een hele leuke tussenwoning bekijken. Met veel ruimte, maar waar ook wat werk aan zit. Ik ga je alles laten zien in een korte video. We gaan naar deze woning. Is die? Die woning. Zo, welkom in de gevers van Endegeeststraat nummer 19. Een ruime tussenwoning, zoals gezegd, waar wel het een en ander aan te doen is. Je moet wat opknappen. Zo zijn er wat mankementen aan het huis die je moet verhelpen. Maar als je dat eenmaal hebt gedaan, heb je een prachtige woning. Ja, we zijn dus op de tweede verdieping begonnen. Deze verdieping is oorspronkelijk gewoon een bergzolder. Het trappetje naar boven is wat steil. Maar hier is dus ooit een keer een dakkapel bij opgekomen, waardoor je deze ruimte hebt. Het is gewoon een prima vierde slaapkamer op deze manier. En op deze verdieping hebben we drie mooie slaapkamers. En uiteraard ook een badkamer. We gaan weer naar beneden. Ja, zo, hier beneden merk je een hele grote woonkamer. Dat komt doordat hij is uitgebouwd, dat gaan we straks bekijken, en omdat hij lekker licht is. Dat licht komt uiteraard van de voorkant waar nu de zon op staat, maar ook omdat je relatief vrij uitzicht hebt. Je kijkt daar leuk over het grasveld waar we net liepen. Het is een mooi plekje. Ja, dan hebben we hier achter dus de uitbouw, die is een keer geplaatst, alleen die is vervolgens gaan zakken. Hij is iets verzakt. Maar hij is vervolgens ook weer gestabiliseerd. Oftewel, hij zakt niet verder, maar je merkt een klein beetje scheefstand. Hier vinden we de keuken. En hierachter een hele handige bijkeuken. Ja, en dan hier een hele mooie pluspunt van het huis is natuurlijk de mooie tuin. Hij is diep genoeg om snel de zon te pakken, maar voornamelijk de tweede helft van de dag kun je lekker in de zon zitten. Hierachter heb je een stenen berging. En hiernaast is dan ook nog een overkapping. Met letterlijk een kap daarbovenop waar je ook nog weer wat spullen kwijt kan. Dus lekker praktisch. Je kunt hier veel fietsen, stallen en andere zaken. Ja, ik zou zeggen een prachtige woning met potentie. Je moet er dus het een en ander aan doen, maar daar kun je echt wat moois van maken. Ben je nieuwsgierig geworden? Ik laat je de woning graag zien tijdens een bezichtiging. Wil jij nou ook je huis verkopen? Ik help je graag en dan maak ik ook zo'n leuke video voor jouw huis.